Dames en heren, welkom weer bij een gloednieuwe video. Vandaag op F1 22. Het lijkt wel F1 22 week, joh. We hebben één FIFA video gehad. En voor de rest allemaal Formule 1 video's. Natuurlijk komt er morgen gewoon een FIFA video, maar ja, het voor het idee. We moeten blijkbaar gaan driften. Wij gaan eerst even de intro starten, dames en heren. En dan gaan we op normaal beginnen. Welkom dames en heren, hier in Saudi-Arabië voor de Drift Challenge van onze McLaren, denk ik. Of waar we ook maar mee gaan rijden. Ik heb werkelijk waar geen idee wat ons te wachten staat, maar we gaan het zien. Een Aston Martin. Ja, een lelijke bak. Een lelijke auto is dit. En de lampen zijn uit. Oh, jezus, dit gaat nu al fout. Is dit, jongen? Oh, ik mag de muur niet raken. Nou, dat gaat wel heel goed fout. Oh. Ja, ik mag dus ook niet spinnen. Jongen, deze game is helemaal niet gemaakt om te driften. Ik kom elke keer buiten de baan. Jongens, help! Kijk eens, jullie moeten mij helpen. Help Jason driften over een circuit, wat hij dus niet kan. Maar hij kan gewoon echt helemaal niks. Nou ja, blijkbaar toch nog wel wat. En we kunnen dus blijkbaar weer een supercar unlocken. Voor F1 Live. Maar volgens mij heb ik bijna alles al. Of er komen elke keer weer nieuwe auto's bij. Nee! De hele tijd ben je zo goed bezig. Nou, nu gaan we het wel halen hoor. Nu gaan we het halen. Godverdomme. Dit is echt gewoon frustratie. Ik heb nu al een titel. Jason frustreert zich aan Pirelli Hot Laps. Dit is toch niet leuk? Dit is toch niet leuk? Je komt toch zo makkelijk buiten die kutbaan en anders raak je die kutmuur wel. Jongens, help. Of ik deze controller overleef, deze video niet. Nou ja, dat gelukkig wel, want een PlayStation 5 controller zijn eenmaal heel prijzig. Oh, dit is ook gewoon over de hele ronde. Ach ja, het voordeel is wel dat we paars rijden. Oh, we hebben ook toch tijd! Oh, kut! Ik denk, we hebben alle tijd, joh. Maar nee, hoor. Nou, dit gaan we alsnog wel halen. Mag ik toch hopen dat we dit gaan halen, hè? De twijfel begint toe te nemen, maar toch gaan we het wel halen hoor. Oh, moesten we nog een ronde? Of is dit gewoon goed? We missen volledig ons rempunt. Ik ben blij dat je met deze auto's niet kan racen. Daar ben ik oprecht blij mee, maar we hebben hem gehaald. Goud. En ja, daar ben ik trots op. Daar hebben we heel hard voor gewerkt. In de fabriek. Welke fabriek? Ik heb geen idee. Nou ja, we hebben het in ieder geval gehaald. Best wel lastig. Ik bedoel van, ja. Kijk, ik bedoel van, we zitten er helemaal niet zo heel ver overheen. We gaan verder. Want ja, er staat natuurlijk nog een Pirelli Hot Lap op ons te wachten. En ik hoop dat die wat makkelijker is. Maar daar gaan we ook wel vanuit. Want ik denk dat we dan eindelijk af zijn van Saudi-Arabië. Want volgens mij is de volgende op een andere baan. Als het goed is. Als ik het goed heb gezien. Ja, op Melbourne. En wij gaan nu naar de gemiddelde... Wacht, heb ik wel een goeie? Ik heb wel een goeie. We gaan normaal doen, want ja, weet je, het gaat gewoon nog niet zo goed. Hoeveel van deze auto's die leiden hun eigen leven en dat gaat dus gewoon nog niet goed. Welkom hier in Australië.
Waar het dus blijkbaar nat is. Ach nee jongens, ik haat al regenrijden. En laat staan dat ik het hierop moet doen. Dit gaat toch niet goed. Dit kan niet goed gaan. Dit bestaat niet. Hoe willen ze dat ik hier snelheid meeneem? Oh, ik blijf wel netjes binnen de lijntjes. Oh, kijk eens jongens. 160 rijden we. Nou, eventjes afremmen. Eventjes iets vertragen. Ik bedoel van, zelfs deze auto kan met 100 er doorheen. Nou jongen, dit was toch makkelijk? Of moeten we nog 3 rondes? Oh mama, help me. Verleid me uit mijn lijden. En daar gaan we. Hier doen we het voor. En dan gaan we hier met snelheid doorheen. Proberen we hier over de curbstone te vliegen. Netjes binnen de lijntjes. Ik weet niet of dat hier uitmaakt, maar ik wil het ook niet uitproberen eigenlijk. En dan gaan we hier onze lijn perfectioneren. Hier gaan we remmen. Kijk, hier laten we de auto iets doorschieten. Kijk. Perfecto. En dan hier op het gas. En dan gaan we kijken, kunnen we harder rijden? Nee, we kunnen wel trager rijden. Of is het net wat harder? Ik heb eigenlijk maar geen idee. 150,48. Nog 1 rondje te gaan. We hebben eigenlijk al goud, dus waarom doen we dit? Ik heb eigenlijk maar geen idee. Maar we doen het. En we gaan dit nemen. Ik voel het aan alles dat dit goed gaat. En we gaan er nu alle risico nemen van dien. We komen met een hogere snelheid aan. En we gaan hier, we gaan eerder remmen. We gaan eerder, later remmen. En dat gaat gruwelijk fout. En dat was het. Nou ja, weer niet dik gehaald. Kom op. Hoeveel mensen kunnen veel zeggen, maar dit gaat gewoon super goed. Nou, kijk eens. We hebben er nu al gewoon 2 gehaald. Deze was buitenopnames. Ja, toen was ik de weg kwijt toen ik dat ging doen. Ja, daar komt het gewoon simpelweg op neer. Blijkbaar regent het weer in Melbourne, althans aan de foto te zien. Het droogt daar ook gewoon nooit op. En als schade blijft het gewoon altijd regenen, jongens. Daar droogt het gewoon nooit op. Kijk, het regent nog steeds. Er komt nog steeds mijn bak uit de hemel in Melbourne. We hebben zelfs onze ruitenwissers aan. Volgens mij was dat de vorige keer ook zo. Maar dat maakt niet uit. We rijden met een dikke McLaren onder onze kontje. Ik bedoel van Lando Norris is jaloers. Die heeft natuurlijk niet zo'n dikke McLaren. Die heeft waarschijnlijk een dikke auto. Oh, we mogen weer gaan driften. Ja, dat lukt wel in de regen. We gaan de fans vermaken, jongens. Kijk eens. Voor de race. Hut Hatsa. Nee, niet buiten de lijntjes. Oh. Nou ja, hier kan dat gelukkig niet. En hier is de muur ook best wel ver weg. Dus dat scheelt ook weer zoveel. Het is toch echt ongelooflijk. Zo, kijk eens. Hoppa. En hoppa. En jongen, dit gaan we gewoon halen. Ik voel het. We gaan het makkelijk halen. En gelukkig zit het gas nog wel dichtbij op de baan. Het is gelukkig toch nog iets van een uitdaging. Nee! Oh. We gaan gewoon iets rustiger op ons gas, zodat we het wat makkelijker kunnen gaan proberen te halen. En uiteindelijk resulteert dat in dit grapje. Kijk, we gaan dit gewoon halen. En blijkbaar slippen we, wat niet de bedoeling was. En we knallen nog eens tegen de muur en hier nog eens. En zo hebben we het circuit van alle hoeken gezien. Oh, nog niet van deze hoek.
kan je vertellen dat in de regen rijden soepeler gaat dan met een Formule 1 wagen. Broer van, ik ben nog niet DNF, maar dat kan ook eigenlijk helemaal niet. Weer een muur. Ik denk dat het niveau wel ietsje hoger had gekund. Ben ik van mening. Waarom? Ik raak alleen maar grind. Ik blijf gewoon netjes binnen de track limits. Ik raak alleen wat grind. Niet meer, niet minder. Oh, we waren zo goed bezig. Kijk, nog een keer. En we weten het gewoon maar niet te klaren, jongens. Het kan niet. Het wil niet. Zo, we hebben nog de 51.000 gehaald. Zo, dat doen we nog even. Vlak voor het einde, anders waren we geheid tegen de muur aangeknald. En zo laten we maar weer zien dat ik gewoon veel te goed ben voor het niveau normaal. Maar ja, anders is het ook niet leuk, want anders haal ik het niet. Denk ik. Ik weet niet wat het verschil is tussen de niveaus. Volgens mij moet je dan iets hogere resultaten halen qua driften. Maar ik ben eigenwijs en ik doe dat niet. We hebben dus nu op Saudi gereden en op Melbourne. Daar hebben we dus twee keer wat gedaan. Ik bedoel, op Saudi dan één keer. Want ja, die andere hebben we niet op opname gedaan. Dus dan gaan wij gewoon nog eentje in Imola doen. En dan ben ik er wel enorm klaar mee. Want het is A, pokkenwarm. En B, dit is saai. Regent het hier ook al? Jongens, wanneer komt het nou eens droog? Jongens, jongens, jongens. Wie verzint dit? Ja, laten we het overal laten regenen. Behalve Saudi, want ja, daar regent het praktisch bijna niet. Oh, die hoeft hier niet te driften. Gewoon een snelheidje halen. Dat is de hele bedoeling. En je zou denken, dat is hartstikke makkelijk. Ja, dat is het ook. Proef van kijk. Gasje op. Heel veel mensen zullen denken van, ja, maar jij rijdt op traction full. Dus dat is het ook helemaal niet moeilijk. Nee, dat klopt. Helemaal mee eens. Ben ik het helemaal mee eens. Kijk, het gaat gewoon super goed. Alle track limits. Fuck hun. En gewoon op 146,60 km per uur. Wat uiteindelijk 146,05 km wordt. Gaan wij dit gewoon halen. We hebben nu al goud binnen. Dus dat is al lekker. Dus nu kunnen we eigenlijk gewoon 3 track limits pakken. Maar dat wil ik niet. Want ik wil kijken of het ook nog sneller kan. Je zou haast nog denken dat dit wel sneller kan. Waar gaan we? We komen bijna richting de 200 km per uur. Dat gaan we niet halen. Dat halen we echt letterlijk net niet. En dit is het einde. Oh, niet. Zo, proberen we rustige snelheid op te bouwen. En hier dan gas erop. Kijk, het kan veel sneller. Bijna 150. Ah, dit is netjes hoor. Kijk, bijna die 150. Kijk, kijk, kijk. Jongens, dit doen we gewoon goed. Ik ben wel nieuwsgierig of jullie het sneller kunnen, dames en heren. Ik denk het niet, want ik denk dat niemand dit doet. Want ik denk het oprecht. Want dit is toch gewoon zo makkelijk. Ik bedoel, ja. Wie zet het nou ook gewoon op normaal? Ik kan alleen deze mogen. Eens kijken of het nog wat sneller kan. Of we nog net wat sneller kunnen reageren. Iets over die curb. En dan weer gas erop. En dan fuck die curb. We gaan er vanaf. 150. Kom op. Is haalbaar. Het is haalbaar. Maar het is niet haalbaar voor ons. Want we halen het niet. Nou ja, dames en heren. Ik hoop in ieder geval dat jullie hiervan hebben genoten. Vonden jullie dit leuk? Laat het vooral met een duimpje omhoog weten. Want dan weten we of we dit misschien vaker moeten doen. Denk het niet. Denk dat jullie meer van F1 race houden. Wat ik snap. Hou ik zelf ook van. Maar het leek me wel even leuk om dit toch nog even te hebben gedaan. Dames en heren. Ik zie jullie later bij de volgende video. Later mensen!